Je ziet die stip, hij valt echt gewoon gelijk op. Prachtige mooie eiland Sicilië, jongens, gaan we weer terug naar het prachtige mooie Europese landschap van Nederland. De prachtige mooie Europese wildernis. En je raadt het, jongens, we zijn weer in een natuurgebied. Natuurgebied nummer 12. We zijn vandaag in Utrecht, in het natuurgebied de Lage Vuurze. Van alle bossen die ik tot nu toe heb gezien is eigenlijk dit wel wat je echt een bos kunt noemen. Ik hoor heel veel vogels om me heen, jongens. Nou ja, het is gewoon heel mooi om te kijken. Het bos van Utrecht heeft heel veel te bieden. Prachtige mooie heide kan je hier vinden, ook van dit soort prachtige mooie bossen hier. Heel veel afwisseling, jongens, en nou ja, het leven hier natuurlijk van de zomer. Ik zie hier ook heel veel mooie dieren. Nou ja, je kan hier de levenbare hagedis vinden, jongens. Hazenworm, ik denk ook wel slangen. In ieder geval van alles en nog wat kan je hier vinden. Dus een grote groep wilde dieren houdt zich hier ook op eigenlijk. En de herfst is natuurlijk voor sommige mensen een moeilijke tijd van het jaar. Maar voor velen ook wel makkelijk natuurlijk. Makkelijk leuk. Want het heeft toch wel ook zoals een mooie ding. Als je kijkt naar al die blaadjes die hier af zijn van de bomen zijn gevallen. En het verkleurt eigenlijk. Je ziet van herfst zie je heel veel kleuren. En dan komen er ook allerlei verschillende soorten paddenstoelen. En kijk, hier zien we een paar paddenstoelen, jongens. Nou, men zegt natuurlijk altijd dat de paddenstoelen eigenlijk alleen van de herfst uitkomen. Maar er zijn soorten die gewoon het hele jaar doorgroeien. Dat is mooi. Kijk, deze paddenstoelen zijn mooi. Die staan echt. Is echt heel bijzonder. Heel mooi dit. Kijk hoe mooi dit is gemaakt. Je kan natuurlijk paddenstoelen op verschillende manieren fotograferen. Ik doe het een beetje zoals dit. Je moet wel zeggen, jongens, het is heel erg warm. Het is nu ongeveer, het is herfst, maar het is toch nog wel een slordige 22 graden. En dat kan je ook zien, ik loop in een kort t-shirt, korte mouwtjes. Dus heel misschien dat we nog dieren kunnen tegenkomen die juist bij dit soort temperaturen vaak actief zijn. Nou, kijk jongens, ondertussen al een diertje gespot. Dit is de rode heidlibel. Ik denk dat je hem wel goed kan zien zitten. Kijk, daar zit ze. Rode heidlibel, jongens. Heel bijzonder dat we hier nog zijn. Ze zitten lekker van de zon te genieten. Ja, rode heidlibel, de naam zegt het al. Een libellensoort die je heel veel op de heide ziet hier. Ik zag net ook al een paar waterjuffertjes heen en weer gaan. Dus de natuur is heel bijzonder, jongens. Maar ik heb deze dieren wel eens gezien toen het nog in begin november was. Ja, dit zie je soms ook wel eens hebben, jongens. Dan loop je in een bos en dan zit er soms wel eens een spin op je arm opeens. En dan niet in paniek raken, want bijna de meeste spinnen die we in Nederland hebben, zoals dit kleine exemplaar, die doen niks. Ik zet hem heel rustig weer terug. Kijk, dit is aan, jongens. Dit is wel interessant. Ik kan ook zelfs zien dat ze actief zijn, jongens. Een prachtig mooie bosmierennest. Van de rode en de kale bosmier.
zijn nog wat exemplaren actief. Zij bereiden zich voor om in de winterslaap te gaan. Sommige dieren, ja, zoals bepaalde soorten sprinkhanen, die gaan dood. Daarvan overleven alleen eitjes. Maar dieren zoals deze mosmieren hier, die gaan dus in winterslaap. Heel erg mooi groot nest hebben ze gemaakt, jongens. Dat zie je ook, ze hebben het nest hier tussen die ongevallen takken gebouwd. Het is wel heel mooi. Het zijn hele mooie sterke dieren. Nou jongens, de insecten zijn nog niet helemaal. Ik hoorde al zelfs een paar sprinkhanen. Ik zag nog een citroenvlinder vliegen. Nou, hierop hebben we een mooi stukje heide. Dus dat is heel zachtjes het hek dicht. Een stukje heide hier, jongens. Kijk, daar zit een, jongens. Er zit een doorntje. Een hele kleine soort sprinkhaan. Hij heeft een beetje de vorm van een doorn. Dus vandaar, daar gaat hij, de benaming. Of nee, het is een bruine sprinkhaan. Dat is echt een doorntje, nee. Bruine sprinkhaan, jongens, die zoeken ze naar een partner. Daar zit een waterjuffer, jongens. Dus deze soort zie je heel veel een beetje meer op heide. Die zie je niet altijd vaak bij het water. Je zit lekker te zon natuurlijk. Ja, jullie weten nog natuurlijk op het verschil tussen waterjuffers en libelles. Nou ja, waterjuffers die sluiten altijd hun vleugels. Libelles houden altijd hun vleugels open tijdens het zitten en tijdens het vliegen. Zo is het. Kijk, daar zit een sprinkhaan, jongens. Die sprinkhaan die maken altijd heel... Ik vind het heel bijzonder hoe ze dat geluid maken, want je hoort hier verschillende soorten sprinkhanen. Ze maken natuurlijk dat geluid om met een poot tegen de vleugels aan te wrijven. Omdat het natuurlijk wat warmer aan het worden is, jongens. Nou ja, het is een hele warme herfstdag. Dan komen al die sprinkhanen, die komen natuurlijk ook nog even tevoorschijn. Deze heeft een hele mooie kleur. Groenig en bruinige vleugels. Kijk, hij kan heel goed springen ook, als je ziet. Soms gebruiken ze daar hun vleugels bij. Zweven ze eigenlijk een beetje zoals het waren. Laten we lekker met rust gaan verder kijken. Kijk, daar zit hij, jongens. Er zit een roodbosje hier. En deze vogels kunnen normaal heel mooi zingen. Maar wat hij net aan het doen is, of wat hij nu eigenlijk nog steeds aan het doen is, of net. Hij maakt net dat tik-tik-tik geluid. Dit dus. En dat is eigenlijk, hoe heet het? Hij slaat alarm. Hij slaat alarm en hij is nu ook aan het waarschuwen. Nou, hij is natuurlijk, is dat aan mij bedoeld? Ik sta nu heel dicht in de buurt van zijn nestje eigenlijk, of nou ja, holletje. En dit is dus het geluid dat het maakt. Dit is echt een heel mooi gebied van de lage vuurse, jongens. Hoe heet dit? Zoals ik al in het begin vertelde, veel afwisseling van heide tot en met bos tot prachtige mooie moerasachtige gebieden zoals dit. Wat een heel klein slootje hier tussen, jongens. We lopen nu ook in gebied waar wat grotere dieren rondlopen. Dus altijd 25 meter afstand houden en natuurlijk voor ons, maar ook gewoon omdat de dieren natuurlijk dan ook hun rust kunnen hebben. Dus
Schoon jongens, schoon. Schoon. Stief, stief. Gewoon geen schoon, geen schoon. Yes. Oh, mazzel. Wow. Oh, een ringslang, jongens. Wow. Oh, hij mag niet bijten. Oh, oh, oh. Oh, kijk. Dit is nog echt mazzel hebben, jongens. Een ringslang. Ringslang. Heel veel mazzel gehad, jongens. Ik had echt niet verwacht dat ze hier zouden zitten. Dus de ringslang, jongens, en hij is niet blij. Hij zit echt in de houding van pas op of ik bijt. Hij is niet blij. En ik geef hem daar ook voorkomen gelijk in. Maar wauw. Even goed op inzoomen op de kop, jongens. Bij dit exemplaar is het niet goed zichtbaar. Maar als je omhoog gaat, zie je wel. Oh, mijn hele. Ik tril echt helemaal, jongens. Maar dan zie je wel de gele ringen. Mensen zeggen wel inderdaad dat ringslangen niet giftig zijn, jongens. Maar pas op. Want hun beet is dan misschien niet giftig. Maar ze kunnen wel heel erg. Maar ze kunnen wel bijten. En die beet is natuurlijk niet fijn. Want in de bek zitten natuurlijk ook allerlei bacteriën van de slang. En daar kun je wel ziek van worden. Jongens, mijn hele hand trilt van de adrenaline. Hij heeft op mijn hand gepist. Maar dat is een verdedigingsmiddel van de ringslang. De ringslangen hebben natuurlijk verschillende soorten verdedigingen. Een van die verdedigingen die zij hebben is stinken. En een andere verdediging... dood liggen. Maar deze ringslang die heeft alles voor over om zichzelf, ja, zoals je ziet, gewoon te verdedigen. Ik vind het heel gaaf, jongens, maar ik kan wel aan de slang zien dat hij het niet prettig vindt. Dus wat we eigenlijk gaan doen is, we gaan hem weer met rust laten. Dan voorkom ik ook de stress voor de dier. Ja, je mag. Wow, jongens. Oh, dit is al een heel goed begin van de dag, jongens. De adrenaline giert door mijn hele lijf heen. Ik was gewoon totaal niet naar slangen aan het zoeken. En op een gegeven moment glippert er zo'n grote slang van meer dan een meter lang. Hoe heet het, over de weg heen. Ik ben echt... het was echt gewoon eventjes van, snel actie ondernemen. Hij had me kunnen bijten, dus vandaar dat ik hem ook op de grond had gelegd. En toen ging je natuurlijk gelijk in zo'n verdedigingspositie. Maar ja, ik dacht, ja, op een gegeven moment kwamen ook mensen aan. En ik denk van, nou, we moeten wel die slang vrijlaten. Want er waren ook kinderen in de buurt, dus ik zei zo tegen die mensen van, even op afstand, gewoon op een rustige manier van, er zit een slang op weg, dan moeten we eventjes de kans geven om hem ook weg te gaan. Nou, op een gegeven moment is hij dus naar het water gegaan. En dit is echt geweldig, jongens. Dit is natuurlijk zo ongelooflijk. En je weet gewoon nooit wat je tegenkomt. En de ringslang die bewijst het gewoon ook echt. Zo, jongens. Nou, net helemaal onder het pad gehad. Dan ben je nog een keer ergens overheen. De paden zijn hier wel heel erg modderig, zoals je ziet. Dus ook nu een beetje aan deze kant. De zijkant hier. Ik ben niet bang om mijn handen vuil te maken, maar schoenen is weer een ander verhaal. Nou,
we zijn op een prachtig mooi weiland hier eigenlijk, zo jongens, om het zo te zeggen. Hier is het pad. Hier mogen we niet langslopen, want daar zitten natuurlijk denk ik ook nog dieren. Dus we lopen, ik blijf dus gewoon op het pad lopen. Het is eigenlijk heel lastig jongens om die bellen in beeld te krijgen als ze aan het vliegen zijn. Deze exemplaren kun je dat toch wel goed zien. Als ze natuurlijk een vrouwtje heeft. Zoek ergens een plek waar ze natuurlijk waar ze eitjes kunnen leggen. Ik hoop dat ze die plek vinden. Moet je kijken jongens. Dit is nou wat je echt kunt noemen op een grote paddenstoel rood met witte stippen. Wauw, deze is mooi. Je ziet die stip, hij valt echt gewoon gelijk op. Daaronder zitten nog een paar. Wauw. En een hele mooie paddenstoel hier. Kijk jongens, nog een mooie grote paddenstoel. Die groeien al een paar. Deze is mooi jongens, deze zijn echt groot. Groter dan die rode. Je hebt ook gewoon echt die naam gekregen. De strontvlieg. Strontvlieg jongens. Ja, dat is dus een dief die vliegt eigenlijk gewoon niet echt gewoon afhankelijk is. We zien nu heel veel mannetjes. De vrouwtjes zijn wat kleiner. Kijk, daar zit een vrouwtje. Heel klein. Die is wat kleiner dan een mannetje en wat minder opvallend. En daar zit een. Zit hij nou? Zit een mannetje al op het vrouwtje. Hier ook. Ze zijn druk aan het paren. Ze zijn ook gewoon echt afhankelijk van die poepjongens. Want ze eten er niet alleen van. Ze leggen er ook hun eitjes in. En die eitjes zullen dan weer in het voorjaar uitkomen. Eigenlijk een heel bijzonder gezicht jongens. De strontvlieg. Nou kijk jongens, hier staan natuurlijk allemaal bordjes op met wat voor dieren hier allemaal voor zouden kunnen komen. Hierachter ligt een heel mooi groot meer en even kijken wat we daar allemaal kunnen vinden. Echt wel gelijk, wauw jongens, dit is gewoon, dit is nou heide. Prachtig mooi groot heidegebied hier jongens. Wauw jongens, dit is gewoon echt prachtig mooi habitat. Voor de duinhagedis en de levenbarenhagedis. Het is heel mooi, een heel mooi grote heide, mooi grote heide hier. Ook weer sprinkhanen, dus even op de heide kijken jongens. Zoals ik al zei, erg veel afwisseling hier. Zeker de moeite waard om hier eens een keer te gaan kijken. Nou jongens, hier zien we ondertussen een van de sterkste insecten van Nederland. Ik zag hier al bewegen en ik denk, wat is dat nou? Ook kijk je daar het kopje van de mestkever. Daar zit hij. Heel mooi groot, hij heeft er zo te zien. Hij heeft een holletje en hij zit van dit rare ding te eten. Hij is groot zeg. Mestkever. Vind je ook heel vaak. Nu maken ze zich klaar voor de winterslaap. Kijk even, daar beneden heeft hij een holletje. Daar kruipt hij nu in. Prachtig jongens. In ieder geval is het voor mij ook weer tijd om weer terug te gaan jongens. In ieder geval, dit was het weer voor deze gloednieuwe vlog van Christian en Olivier. En de aflevering natuurgebied nummer 12, de Lage Vuurse. Dan zeg ik bij deze, tot de volgende keer. Dankjewel voor het kijken.
binnen. Oké, jongens. Ik heb ondertussen iets heel gaaf ontdekt. Dit is de Europese hoornen, jongens. Oh, wespen, goed. Waarvan?